Hoe bijzonder is die sprong die jullie nou vanmiddag maken boven de bos? Hij is in die zin bijzonder dat het vandaag prachtig weer lijkt. Maar het is natuurlijk wel het waait hard. En dat is voor een parachutist is dat een uitdaging. Want wij zijn met ons lichaam de motor van de parachute. Dus hoe zwaarder je bent, hoe meer je tegen de wind invliegt. Maar in de normale sprongen die wij maken op wedstrijden en trainingen is er over het algemeen wat minder wind. Dus in die zin is het een uitdaging, maar we hebben genoeg ervaring om ons vliegpatroon wat we in feite doen met de parachute, om dat aan te passen, zodat we toch landen daar waar we willen. De vlucht van vandaag wordt gemaakt met een DHC-2, oftewel een Beaver. Een historisch vliegtuig wat vele jaren bij de Koninklijke Luchtmacht gevlogen heeft en nu dus bij de Koninklijke Luchtmacht historische vlucht. Vandaag gaan we een paradropping doen boven een bos. Dat is dit vliegtuig uitstekend geschikt voor, omdat wij A, een grote deur hebben die we voor deze vlucht verwijderd hebben. Bovendien, hij kan erg langzaam vliegen, dus wat erg comfortabel is voor de parachutisten. Ongelooflijk applaus voor deze twee heren die aangedurfd hebben de keuze te maken om toch te springen. Ik denk dat we toch wel een van hen mogen vragen welke beweging nou precies in die Beaver boven gemaakt werd en wat nou de uiteindelijke doorslag heeft gegeven om toch te springen. Kom maar eens even bij.